Yo mensen, welkom bij weer een gloednieuwe video hier op Groen Power Gaming. Vandaag gaan we Team of the Season Mitchell tevreden testen. En gaan we de vraag beantwoorden, moet jij deze objectief doen of niet? Het Team of the Season Mitchell tevreden uit de Saudi League. Objective die je in squad battles kunt doen, 3-6 skill moves, 4-stier weak foot, normaal laag, 191 cm lang, 87 pace, met de hunter wordt dat 97, 93 shooting, 83 pasen, 85 dribbelen en 95 physicals. Een krachtig gobbel heeft hij als trade en we zitten in Division Rivals om hem te testen. De tegenstander hier met een schot op doel, dat wordt gered door Tim Krul. En je ziet dat Overmars de bal krijgt. En ik was een beetje geforceerd om tevreden om met een kopbal te scoren. Maar dit is een prima loopactie uit de rug van de verdediging. En met een rare volley, kun je dat zo noemen, een volley, scoort hij. Dit was echt puur een voorzetje om te kijken hoe goed hij kan koppen. Want daar moet je hem denk ik ook voor gebruiken, voor kopballetjes. En zo, niet voor de kleine behendige dribbles, want daar is die gewoon te lang en te stijf voor. Hier een goede actie voor Overmars en ook een bal die je kunt koppen, maar tevreden denk ik gewoon, ik ga gewoon met een volley scoren. Wel jammer, want dan kun je niet echt peilen hoe goed zijn kopballen zijn, want hij heeft 99 jumping en 99 heading accuracy. Dus het is dan echt belangrijk. Ik denk dat deze kaart het beste is als pinch hitter. Kun je dat zo noemen. Balletje doorkoppen. Balletje vasthouden. Want hij heeft hele goede fysieke stats natuurlijk. Hij kan ook heel goed pasen voor een spits. 83 allround passing. Zag je hier ook een hele goede steekpaas. Op Brian Linsen. Robin hier ondertussen met een schot. En dan staat inmiddels 3-3 in de 88ste minuut. Dit is een corner, ik was op dit moment even op mijn telefoon bezig en op een gegeven moment ging de corner automatisch voordat ik, of net voordat de corner genomen werd, automatisch pakte ik de controle weer over. Dus daarom duurt het ook lang voordat de corner genomen wordt. Dit is een automatische corner, ik kom er wel zelf in en het is een doelpunt. Dit zijn dus echt de momenten waar je tevreden voor wilt gebruiken, zulke momenten in de slotfase. Want met zijn kracht en met zijn jumping in. Zijn jumping is denk ik het belangrijkste. Je ziet het ook hier. Hij staat eigenlijk stil, maar hij springt gewoon boven de verdediger uit. En scoort daardoor zijn derde doelpunt van die wedstrijd. Hier ook een hele goede kopbal. Hier was geen sprong bij nodig, maar gewoon een subtiel kopballetje met een hele goede loopactie. Ook een goede voorzet trouwens. En dus doet hij het duimpje omhoog natuurlijk. Vergeet natuurlijk ook niet om het duimpje even omhoog te doen. Als je deze reviews leuk vindt, dan gaan in de Team of the Season tijd gaan er heel veel reviews aankomen. Ondertussen zie je Robben met een halve actie. Tevreden onderschept die bal en hij is wel heel erg snel, dat kun je ook zien. Vidal houdt hem niet bij. Tevreden jezelf ook weer met de paas en weer een assist voor Tevreden en 2 tegen 0. Neres. Tegenstander druk dan ook op pauze. En dat betekent dat hij gerecycled is. Zit alweer in de laatste wedstrijd tevreden. Kijk die kracht van hem. Prima beweging en een prima schot wat tot een doelpunt leidt. Eigenlijk alle schoten wat je doel schieten met hem zijn eigenlijk altijd wel doelpunten. Alleen om in die fase te komen, om te kunnen scoren met hem, dat is meestal nog wat lastiger. Het is gewoon prima afgemaakt. En dus weer een doelpunt voor tevreden. Hier is mijn tegenstander aan de bal. Die schiet op doel. En Tim Krul, de held van het WK 2014, met een heerlijke redding. Daardoor kunnen wij in de counter tevreden wegsturen. Kijk, heerlijke actie met zijn linker. 4-star weak foot en hij zit er weer in. Dan gaan we even op dansen natuurlijk. Laat ze ook even in de reacties achter. Hier trouwens goed onderschept van Overmars. En tevreden met een bridge. Kijk die kracht hier. Zet hij weg met zijn linker. Doelpunt. Zet even in de reacties wat je van deze reviews vindt.
van moet ik het live gaan opnemen bijvoorbeeld, of moet ik het zo houden dat ik na de tijd commentaar geef? Laat even achter in de reacties en dan gaan we nu door naar de eindbeoordeling van Tevreden. Ja, Mitchell Tevreden, 87 pace. Met een, ik zou hem echt een hunter geven, omdat 87 pace gewoon niet snel genoeg is. Met de hunter, chemistry staal, wordt het een 97 pace spits. En wordt het een 95 rated spits in totaal. Zijn shooting is echt heel erg goed. Vooral zijn 99 finishing met de 99 schotkracht. Volleys zijn ook 99. Zijn aanvallende positie is ook heel erg goed voor een spits. En zijn passing, zijn korte paas is ook prima. Zijn visie en lange paas zijn ook gewoon heel erg goed voor een spits. Zijn effect gebruik je niet echt. Zijn dribbeling, dat is denk ik het grootste minpunt van deze Team of the Season kaart. Vooral die lenigheid. 82 is net niet lenig genoeg om in de korte ruimte echt het verschil te kunnen maken. 82 balance is ook net niet goed genoeg. Reactievermogen, dat is wel heel goed. Balbeheersing is ook prima. De dribbelstat is ook gewoon te laag. 84 is net niet goed genoeg. 87 composure is gewoon prima. Want zijn shooting compenseert de composure heel erg namelijk. 99 nauwkeurige kopballen met 98 springen. In de slotfase breng hem lekker in als pinch hitter, geef voorzetjes. En laat hem een doelpunt scoren met de kop. 88 stamina is goed. 98 kracht is ook heel erg goed voor een spits. 93 agressie is ook super goed. Overal zou ik zeggen, ga deze kaart sowieso natuurlijk voltooien. Ik heb hem binnen 2 uurtjes voltooid. Want je moet in totaal 6, als je een beetje goed doet, 6 wedstrijden spelen in squad battles of in rifles. Kies gewoon voor de squad battles. Dat is net wat makkelijker. Maar ga deze kaart sowieso wel doen. Ten eerste, het is een Nederlander. Voor een toekomstig Nederlands team wat je misschien gaat maken. Het is een 89 rated TOTS kaart en die kunnen voor SBC's wel eens bruikbaar zijn in de toekomst. Dus mijn advies, ga deze kaart even voltooien, dan heb je goede fodder voor toekomstige SBC's. Dit was dan wel alweer het einde van de video. Team of the Season Tevreden hebben we vandaag gereviewd. Wat vond je van deze review? Laat het ook even achter in de comments, wat ik eerder in de video ook al zei. Vergeet niet het duimpje omhoog te doen, vergeet ook niet om te abonneren. Heel veel video's door de week met reviews, 6pm content video's en ook livestreams op de zaterdag natuurlijk. Dus als je dat niet wil missen, abonneren en het belletje aanzetten, dan krijg je een melding wanneer we live zijn of een nieuwe video geüpload hebben. En hopelijk zie ik jullie dan bij een nieuwe video of een livestream.